Het is even schrikken voor wie vandaag zijn looptochtje maakt of even gaat wandelen in het Gentse natuurgebied, de Bourgooie-Ossemeerse. Nee, dit is niet het gevolg van Storm Kieran, wel van een geplande boomkap. Die bomen zijn gekapt door de stad Gent, in functie van de veiligheid vooral. Dus dat waren redelijk oude bomen die over het pad hingen. Nu met Natuurpunt hebben we daar geen probleem mee. De veiligheid van de wandelaars is natuurlijk heel belangrijk. En de plaats waar die bomen gekapt zijn, worden er ook nieuwe bomen en struiken nageplant. Om dan een mooie bosrand te creëren die voor zangvogels ook heel interessant zal zijn in de toekomst. De nieuwe inheemse bomen en struiken moeten voor een zachte overgang zorgen tussen de graslanden en het bos bij de sporthalgebouwen. Naast het wandelpad komen lagere soorten om zo een oplopende bosrand te creëren. De ingreep moet meer kansen geven aan zangvogels. Er zijn veel soorten die in bossen leven en er zijn veel soorten die in grasland leven aan die kant. Maar de overgang tussen bos en grasland, als die geleidelijk is, is dat ook interessant voor heel wat specifieke soorten. Zoals de braamsluiper of de grasmus. Die echt broeden in de overgang tussen bos en open. Dus door hier zo'n bosrand te creëren, kunnen we ook voor die soorten een veilige thuis bieden in het natuurgebied. Ook op dit talud, op de grens met het grasland, is stevig gekapt. Het ligt er nu nog wat troosteloos bij, maar op termijn moet ook hier een geleidelijke rand met nieuwe vegetatie komen. Die zal insecten lokken en de vogels zullen snel volgen. De grens tussen het grasland, dat in de winter overstroomt en waar veel watervogels overwinteren, en hier het talud dat iets hoger ligt, was nogal scherp door die opgaande bomen. Dus de bomen zijn hier ook gekapt en gesnoeid. En ook hier gaat de overgang op die manier tussen het grasland en het beboste stuk geleidelijker zijn, wat opnieuw interessant is voor zangvogels en ook voordelen is voor die watervogels die daar gaan overwinteren. In de toekomst moet het voor vogels in de Bourgooie-Ossemeerse dus makkelijker worden om te broeden. Intussen gaat de boomkap hier nog even door en dat blijft voor natuurliefhebbers toch altijd een pijnlijk tafereel. Het doet altijd pijn. Ik vind hoe minder bomen kappen, hoe beter. En dat vinden we met Natuurpunt ook. Maar hier hebben we goede argumenten en dan kan ik dat begrijpen en sta ik erachter.